VHP parlementariër, ondernemer, bestuurder, politiek activist en voormalige voorzitter van de ACMOS, Sham Binda, is gisteren gecremeerd in het Jagdeel Parag Misir crematorium aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Binda overleed op donderdag 16 februari na een ziekbed. De stoet werd met staatseer begeleid naar het crematorium. De uitvaartplechtigheid van Binda was druk bezocht. Onder de aanwezigen waren onder andere de president, VHP-partijgenoten, de voorzitter en andere leden van de Nationale Assemblée en andere prominenten binnen de samenleving. Sham Binda was in 2004 een van de oprichters van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname, ACMOS. De huidige voorzitter, Harry Suklal, vertelde dat Binda niet de man met de verschillende petten genoemd wilde worden. Daarom, toen hij in 2020 gekozen werd als parlementariër, stelde hij het ACMOS-voorzitterschap ter beschikking. De ACMOS memoreert Sham als een heel erg pragmatisch en realistisch mens. Dit kunnen velen beamen die recent nog gesprekken met hem hebben gevoerd over zijn gezondheid en de situatie. Hij was niet afgunstig en kon ieder die het lukte om wat goeds op te bouwen erg bejubelen en bekronen voor hun verdiensten. Hij was heel erg gekant tegen onrecht en kon zich daaraan danig storen. Tijdens de vorige regering was hij samen met velen de mening toegedaan dat er een verandering moest komen. Dat was voor hem de reden dat hij zich in 2017 had aangesloten bij de organisatie Wij Zijn Moe en ook een trekkerspositie aannam. In het parlement was hij kritisch en nam geen blad voor de mond. Ook was hij erg begaan met het leed van anderen. Te denken valt aan de verwoestende werking van orkaan Irma op Sint Maarten. Hij heeft er toen voor gezorgd dat ACMOS maar liefst 3 containers met hulpgoederen, levensmiddelen, geschenkzendingen naar Sint Maarten te versturen. Sham Binda is ook de medeoprichter van de Suriname India Investment and Trade Promotion Organization, SITPO, geweest. SITPO-voorzitter Rajan Palatsing zegt dat binnen deze organisatie hij samen met Binda vele successen heeft weten te boeken. Ook benadrukte Palatsing dat Binda altijd zijn doelen nastreefde. We hebben vele memorabele momenten met Sham gekend, serieuze en ontspannen. Sham was altijd bezig met het doel waarmee hij op reis ging. Om u even een idee te geven wat SITPO is, waarbij SITPO betrokken is, en het zijn allemaal initiatieven van Sham en ook van Begwaan, die waren in het begin er ook bij. De vestiging in Suriname van de IT Center in samenwerking met het Indian Institute of Technology. Het nummer 1 instituut samen met het MIT in de wereld. Dat is een van onze doelstellingen. Ik was samen met Sham in de meeting toen we dit als geschenk kregen in India. Ander project, het opzetten van een nieuw voetbalstadion in Suriname met 7500 zitplaatsen. En wat ik merkte in India bij Sham, Sham was onvermoeibaar. Af en toe moest ik hem vragen, kunnen we gaan slapen? Want Sham was continu bezig, want als hij zich had gefocust. En ik moet zeggen, het succes van de reis naar India is mede dankzij Sham. In de Nationale Assemblée zal Rajan Nawin Nanan Binda opvolgen als hij de uitnodiging van het Centraal Hoofdstembureau bewilligt. Sham Binda werd 69 jaar en laat een vrouw, 4 kinderen en 2 kleinkinderen achter.